Dag lieve stier, welkom bij de algemene tarot coaching voor sterrenbeelden. Als je vaker naar mij kijkt, zie je dat ik op een andere plek zit. De plek hiervoor kan niet meer. Ik deed het altijd op de grond en ik heb sinds kort een pup. En om te voorkomen dat als hij wakker wordt, dat hij dan op de kaarten springt of de kaarten in de bek neemt. Moest ik dus naar een andere plek verhuizen. Voor mij is dit trouwens, blijkt veel fijner te zijn. Ik zit nu niet meer op de grond. Ik zit recht en minder vermoeiend. En voor jullie hoop ik dat het inmiddels goed te zien is. Ik zat in het begin nog wel wat met de belichting te klooien. Oké, we gaan beginnen. Een algemene reading. Dat wil dus zeggen dat het niet voor elke stier een boodschap kan bevatten. De ene keer, je zult merken dat je, als je vaker kijkt, kan het maanden achteraan resoneren. Maar het kan ook zijn dat het dan maanden achter elkaar niet resoneert. Op een wonderlijke manier komen deze algemene readingen toch altijd bij de juiste personen terecht. En vaak bij de personen die het meest kunnen gebruiken op dat moment. Dus als het bij jou niet resoneert, gun het dan een andere stier. Alleen de persoonlijke video readingen en de persoonlijke tarot coaching is helemaal toegespitst op jouw situatie. En die garantie kan ik je geven. Een video reading is aan de hand van een foto en er geen coaching erbij. Maar als jij voelt van hey, ik worstel toch nog met veel pijn uit het verleden, veel ervaringen uit het verleden, dan raad ik je de coaching, tarot reading, inclusief innerlijk kind methodiek aan. Oké, nou, we gaan nu beginnen voor de stier. Algemeen. De situatie wat dwars ligt, waar het bewustzijn zicht op heeft, onbewust is, recente verleden, advies kan daarbij je toekomst, jij, invloed van anderen, hoop en vrees en de conclusie. Zo. Oh, en het maskerkaart als leidraad. Oké. Ik ga ook nog even een verkleinende kaart bij de advieskaart naar je toekomst trekken en bij jou. Deze bij de advieskaart bij je toekomst en deze bij jou. Zo. Dan nog de schaduwkaarten en de let-go-kaarten. Oh, die valt op de grond. Oké. En nog de schaduw. Naast innerlijk kindwerk is het heel belangrijk om schaduwwerk te doen. Met onze schaduw scheppen we heel veel lijden. Vooral in de relatie met onszelf en in de relatie met anderen. De schaduw zit echt het duister in, het venijn, de gemeenheid, achterbaksheid, hypocrisie, dat soort dingen. Roddelen, allemaal dat soort jaloezie, hebzucht. En dat is toch wel belangrijk. Wacht even, die ging niet goed. Ik doe even op. Kom op.
die bouwt het toch bijna uit, zou je zeggen. Ja, oké. Okay. Gingen er twee uit, tegelijk. Kan dan zijn dat de ene plakte aan de ander. Ga ik straks bekijken. Dus kijk niet raar op als ik de een wegleg. Want dat voel ik dan wel intuïtief of het bij de legging past. Oké, okay, allereerst, lieve stier, ging me op je afstemmen, op de stier afstemmen. En dan vraag ik altijd om een leidraad, en toen kwam deze eruit. En dit is de kaart Politics. Dit is geen fijne kaart. Dit is de maskerkaart. En die kan van negatief naar extreem negatief worden geduid. Het gaat in ieder geval wel over onechtheid, masker, zelven, politieke spelletjes, maar ook machtsspelletjes. Machtsspelletjes van het ego en het kan van niet echt met een hele kwaaie intentie tot een zeer kwaaie intentie uitgelegd worden. Dat ligt aan de situatie. Het is in ieder geval... Het kan zelfs ook een hele gemene energie zijn. Je hebt in het recente verleden patronen herhaald. Je zit op dit moment in het onbekende. Je creativiteit is nog in het onbewuste. Dat komt, je stelt dingen uit. Ah, je wil niet huilen. Je moet nog familiekarma doorbreken. Oké. Okay. Lieve stier, ga even naar de conclusie. Past lives. Je moet zelfs nog wat karma inlossen van vorige levens. Hè? Daarmee wat je in het vorige leven niet hebt af kunnen maken. Je incarneert dan opnieuw. En dan kun je het in dit leven weer meer karma inlossen. Om dat te kunnen... kies je ook als ziel een bepaald gezin uit waar je dan opgroeit om dat karma te kunnen inlossen, verwerken. En dat kan te maken hebben met onechtheid, niet authentiek durven zijn, gemeenheid, maar ook een pleasen. In ieder geval met onechtheid, met maskerade gedrag te maken hebben. Ik ga naar jou. Kijk, want deze ligt bij jou. Als je jezelf niet meer toestaat om te huilen, terwijl je wel verdrietig bent, kijk, dan zit je al hier. Dan zit je in een soort van... Dan krijg je, als je niet uitkijkt, een soort van masker van de macht. Dan word je koud en kil. En je manoeuvreert jezelf in een isolement. En je laat jezelf heel erg in de steek. Want je loopt daarmee van je ware zelf af. Kijk, deze mensen hebben vaak een overtuiging van bijvoorbeeld huilen is zwak, huilen is voor mietjes, huilen is voor watjes. Ik had ooit zelf zo'n overtuiging. Ik moest van mezelf altijd maar sterk zijn. En daarmee liep ik heel erg van mijn ware zelf vandaan. Kwam ik harder over bij mensen dan dat ik werkelijk was, want ik was eigenlijk een hele zachtaardige ziel. Maar ik had mezelf verhard. En dat voel ik bij jou, dat jij jezelf hebt verhard door gemeenheid, machtsspelletjes. Dat. En als je daar veel te maken mee hebt gehad in dit leven ook, hè, wat je in je vorige leven niet hebt af kunnen werken, of kunnen ronden, of kunnen verwerken, dan... heb je waarschijnlijk dus met je familie, je moeder, je vader te maken gehad met gemeenheid, valsheid, slangengedrag,
heel erg veel venijn, maar heel aardig in je gezicht doen. Achter je rug om. Van die nare spelletjes. En als je dat veel hebt meegemaakt, dan ga je jezelf verharden. Oh, ik doe iets fout. Zo. Ja, en ik zie ook deze kaart. Deze. Het geeft je ook minder waardigheidsgevoelens over jezelf. Maar met dit gedrag, dat je niet meer huilt, probeer je eigenlijk je meerderwaardig op te stellen. Dus harder op te stellen dan dat je feitelijk bent. Kijk, voor een tijdje, lieve stier, is dat wellicht de manier als je jong bent, hè? Want je moet overleven. Het is een overlevingsstrategie. Dus je moet overleven om nog je te weren tegen dit soort gedrag, machtspelletjes. Maar als je eenmaal volwassen bent, dan keert dat zich tegen je. En hiermee ben je eigenlijk ook meer naar de yang-energie doorgeslagen. Dat is de mannelijke energie. Mannelijke energie is daadkracht, is hardheid. Wat nog meer? Denken vooral ook, actie, doen, voor de waarheid gaan. Kijk, als het in balans is met je vrouwelijke energie, want vrouwelijke energie is zachtheid, koesterende zorg, maar ook begrip, empathie, compassie, geduld. Hè, als dat allemaal in evenwicht is, dat ligt hier namelijk. Invloed van anderen, wat je met anderen nu meemaakt, is om jou weer in evenwicht te brengen met je yang en yin. Want je bent meer naar de yang-energie doorgeslagen. Je bent verhard. Terwijl je dat niet bent qua inborst. Je bent dat niet qua inborst. Dus het kan je op een gegeven moment heel erg in een isolement brengen. Omdat je jezelf krachtiger voordoet dan je bent, stoerder voordoet dan je bent, harder voordoet dan je bent. Want het werkt zich in de relaties op een gegeven moment tegen je, omdat mensen je gaan weren. Hè, omdat je zo empathieloos lijkt. Moeilijk voor jezelf en anderen, maar ook hard voor jezelf en anderen. En daarin herhaal je eigenlijk patronen. Van familie, vorig levens, de huidige leven, maar ook van je familie, wat je mee hebt gekregen, herhaal jij. En dat ervaar jij nu zo sterk om jou weer in evenwicht te brengen met yang en yin. Kijk, dit is de kaart van integratie van je mannelijke en je vrouwelijke energie. Kijk, hier is ook dat slangengedrag, zie je dat? De slang. En als je dat dan hebt getranscendeerd, getransformeerd, dan kom je weer in je goddelijk zelf. En dan ga je ook scheppen vanuit dat goddelijk zelf, de creator. Maar nu schep je eigenlijk mee, je bent altijd co-creator, hè? Je schept mee, je manifesteert in het leven, maar je goddelijke creativiteit zit nog te popelen in dat onbewuste om geboren te mogen worden. Maar omdat je nog familiekarma moet uitwerken, je eigen karma ook, hè? Van dit fenomeen, verharding, terwijl je dat niet bent, schep jij dus nu vanuit je schaduwkant. En dat zal zich in relaties, in wat voor relatie dan ook, zal zich dat continu laten zien. Waarbij je op een gegeven moment steeds meer door mensen geweerd wordt en dus je heel erg alleen gaat voelen, geïsoleerd gaat voelen. Je bent hiermee eigenlijk bang gekwetst te worden en je probeert een schild, je bent eigenlijk bevroren. En daarmee wil je eigenlijk afhouden dat je gekwetst wordt, maar tegelijkertijd, het paradoxale is dat je het juist dan nog meer, nog ongelukkiger gaat worden.
minder, eigenlijk, er zit een minderwaardigheidsgevoel achter, die je compenseert met stoer doen en meerdere waardigheid. Nou, het goede nieuws is dat jij niet zo bent. Dat heb je gecreëerd om jezelf te beschermen tegen die gemene, lage energie. Jij bent niet zo, maar je moest wat. Je moest een kant op. Nou, op dit moment ben je in het onbekende gezet. Een zwart gat. Je hebt waarschijnlijk toch zoveel eenzaamheid gemanifesteerd, gecreëerd. Je voelt je soms heel erg alleen, geïsoleerd. Maar besef, wees je bewust dat je het zelf geschapen hebt. Onbewust. En dat het eigenlijk nu tijd is om veel meer te gaan vertrouwen op waarom je hier bent, op het universum, op het hogere plan. En dat je die vrije val kan maken om de dingen anders te gaan doen dan je dat altijd deed. Kijk, op dit moment kun je namelijk nog niet uitvliegen. Je houdt jezelf achter in een denkbeeldige gevangenis. Hè, ook dat isolement. Om jezelf te beschermen. En dat is een continu patroon wat je herhaalt. Ook in relaties. En het is eigenlijk de bedoeling, de advieskaart, is dat je niet langer uitstelt om daar wat aan te gaan doen. Dat jij postponement dus uitstellen. Kijk, want dit is een vrouw, het kan ook voor een man gelden, die wijde wereld in kijkt. En weet dat er meer is te ervaren, meer is in dat leven dan de koelheid en de kilheid die jij nu ervaart. Wat je weliswaar zelf ook medeschept om jezelf te beschermen, maar toch. En er is ook meer. Dus, maar dan moet je je wel bevrijden van de pijn die hierachter ligt. Hè? Want je staat jezelf niet toe om te huilen, omdat je een overtuiging hebt. Je hebt een mentale overtuiging van, nou, dat is niet sterk. Hè? Ik zei altijd tegen mezelf, ja, huilen is voor slappe gieten. Ik wou graag naar de wereld onkwetsbaar overkomen, dat ze me niet konden kwetsen. Nou, ik werd natuurlijk steeds harder en zelfs ook een bitch gevonden na verloop van tijd. Want ik was mijn zachtheid, had ik verloochend. Ik had mijn vrouwelijke kant verloochend. En dat heb jij eigenlijk ook. Je verloochent je vrouwelijke energie. Daardoor blokkeert ook de goddelijke creativiteit. Hè, dat jij je talenten tot uitdrukking brengt, waarvoor je hier eigenlijk ook bent gekomen. En je manifesteert iets vanuit het verleden, continu. Niet meer uitstellen om van jezelf te gaan leren houden. En je minderwaardigheidsgevoelens van ook die gemene mensen. Omdat je minderwaardig bent gaan voelen over jezelf. Helen en daar wat aan gaan doen. Dat is eigenlijk het advies. Wat ligt hier? Ja, zie. The door to personal healing and happiness ligt op de kop. Dus je stelt eigenlijk uit om jezelf te helen van oude wonden. Kijk. En dat stel je steeds uit. De hond heeft een plastic ding te pakken. Dat maakt heel veel kabaal. Die pak ik even af. Hé, hey, schat. Kom eens. Kom deze. Oké. Kijk, de deur naar je persoonlijke heling, die heb je afgesloten. Kijk, you may be feeling stuck where your personal intentions are concerned. En je voelt je vastzitten waar je wat je persoonlijke intenties betreft. Kijk, diep in je hart zijn je persoonlijke intenties dat je gelukkig wil zijn en ook met anderen. Maar omdat je jezelf zo wil beschermen tegen pijn, zijn die persoonlijke intenties ook voor een ander niet te zien. En zit daar een blokkade op. Kijk, remember that your intentions need to be clear and unconflicted. Maar hier zit een conflict op, het is niet helder. Omdat je jezelf eigenlijk niet toestaat om ook die tranen te huilen. Want daarmee kun je helen. Maar door jouw overtuiging om niet te willen huilen, heel je nooit van oude wonden.
je moet gaan weten dat je liefde verdient. En dat je het kunt realiseren nu ook. Maar dan moet je wel de deur naar je persoonlijke heling openzetten. En je eigen persoonlijke geluk. Dus ga voor een nieuw begin. Stel het niet langer uit. En doe er alles aan om de pijn te helen van vroeger. En de integratie te bereiken. Minderwaardigheidsgevoelens op te lossen. Te helen van gemeenheid. En je hebt daar nu de kans voor. Want je bent in het onbekende gezet. Dus misschien ben je een baan kwijt. Of een relatie kwijt. En kun je nergens meer aan vastklampen. En is het nu tijd voor je persoonlijke heling. Action. Je moet even kijken. 17 op de kop. Ja. Nee. Sorry. Ja, je moet in actie komen. Want er is geen follow-through. Hè? Je stelt dingen uit. En vooral je eigen persoonlijke heling stel je uit. En dan moet je moeite voor gaan doen. Een plan. Zorg dat je een plan krijgt. Een plan voor je persoonlijke heling en je eigen geluk. En create a structured plan. Then make sure you take daily action. En hou niet een overtuiging vast van dat je hier niets aan kunt veranderen. Want dat kun je wel. Healing. Even kijken. Deze doe ik weg. Weet je nog, dat waren er twee uit. En ik zie nu deze moet er en die. Kijk, healing. Failing to care for oneself. Als je hierin zit, faal je met betrekking tot voor jezelf te zorgen. Want je laat jezelf in de steek met betrekking tot emoties. He, je vindt jezelf dan... Je bent dan ook... kijk, dat staat hier... Ongevoelig voor het lijden. Maar ongevoelig voor het lijden voor jezelf. Maar ook ongevoelig voor het lijden van anderen. Je wordt te hard voor jezelf en anderen. En dan zit je in de schaduwkant van de warrior. Want je bent eigenlijk een hele sterke persoonlijkheid. Die warrior, die krachtige strijder. Maar het uitzicht in de schaduwkant. En dan word je dus... dan overtreed je ook ethische principes om je overwinning te behalen. En je... bent dus ongevoelig voor het lijden van jezelf en voor anderen. Je hebt een hele harde schild gekregen. Nou, om dat te veranderen en om in die lichtkant te kunnen functioneren, met echte, ware kracht, met discipline en met daadkracht, het toughness of will, dan moet je echt je ego overwinnen. Self-sacrifice in conquering the ego. De ego moet je zelfopoffering. He, om je ego te overwinnen. Nou, en dan moet je dus ook heel goed voor jezelf gaan zorgen. En ook jezelf toestaan om verdriet te voelen en te doorvoelen en jezelf te troosten daarin. De lichtkant is passie in dienstbaar zijn voor anderen door de body, mind en spirit te repareren. Dus helpen mensen te helen daarvan. Dat is ook waarschijnlijk ook iets wat voor jou is weggelegd in de toekomst. Dat jij, doordat jij zelf zo weggeraakt bent van jezelf, dat je uiteindelijk de kracht vindt om een ander bij te staan bij de healing. Ability to help transform from pain into healing. Dat is wat jij nu in de lichtkant moet stappen. De mogelijkheid om jezelf te helpen om de pijn te transformeren in healing. Dat ligt hier heel duidelijk. Dan moet je wel, en dan word je die ware warrior. Dan word je die warrior zonder ego. Die heb je overwonnen. Hier zit nog heel veel ego bij. En dan word je toch te hard. Accepting change. Accepteer verandering. And be open to the process of change. Je herhaalt patronen. Vertrouw erop dat jouw hogere kracht... En dat je, waar je eenmaal wordt gedropt in het leven, dat beter zal zijn dan de plaats waar jij wat je hebt achtergelaten. Where I was picked up. I know that change is necessary to take me wherever I need to go. Dit hierin is verandering noodzakelijk. In plaats van de patronen herhalen. Karma kun je daarmee inlossen.
Maar ja, nu is het tijd voor persoonlijke heling, lieve stier. En ja, dat kan alleen met innerlijk kindwerk. Hier zit ook veel boosheid achter. Als je voelt dat ik jou daarbij kan helpen, dan kun je met mij een afspraak maken. Onderaan deze video staat de link naar mijn website en dan zie ik je heel erg graag. Sowieso dank voor het kijken. Heel veel liefs en tot volgende maand. Bye bye.